Dit filmpje gaat over de basisboeknummers B41 en B42, over de hoogteligging en temperatuur. Jullie hebben al eerder geleerd dat rond de evenaar de zonnestralen recht op de aarde vallen. De zonnestralen geven daar dus de meeste warmte en daarom wordt het rond de evenaar warmer dan op hoge breedte. Hoge breedte betekent verder van de evenaar af, omdat op hoge breedte de zonnestralen schuin op de aarde vallen en ze daar dus minder warmte geven. Natuurlijk, het verschil in dagtemperatuur op aarde is van invloed op de plantengroei. Plantengroei, oftewel vegetatie. Naast de temperatuur is natuurlijk ook de hoeveelheid neerslag, de regen, belangrijk voor de soort plantengroei wat ergens groeit. Doordat het rond de evenaar zo warm is, stijgt daar veel lucht op. Met de opstijgende lucht, zoals jullie hebben geleerd, stijgt er ook vocht op. Vocht gaat condenseren hoog in de atmosfeer omdat het daar kouder is. En daardoor ontstaan er wolken en is er ook veel regen rond de evenaar. Dus rond de evenaar vinden we het tropisch klimaat. De temperatuur is daar altijd boven de 18 graden Celsius. En we vinden daar dus het tropisch regenwoud. Iets verder van de evenaar af krijgen we de savanne en dan krijgen we de steppen, omdat er dan minder regen valt. Jullie hebben ook geleerd dat rond 30 graden noordenbreedte en zuidenbreedte daar daalt de lucht. Dalende lucht, koude dalende lucht, warmt op naarmate het dichter naar de aardoppervlak terugvalt. De vocht in de koude dalende lucht wat opgewarmd wordt verdampt. Daarom vinden we op 30 graden noordenbreedte en zuidenbreedte de gebieden met de woestijnen. Daar is dus een droog klimaat. Gaan we naar hogere breedte toe, zeg maar rond 50 graden noordenbreedte en zuidenbreedte, dan komen we in het gebied van het gematigd klimaat, zeg maar waar wij wonen hier in Nederland. De temperatuur is in de zomer niet al te hoog, in de winter niet al te laag, het is dus gematigd. En bij ons groeien dus de loofbomen. Vegetatie bestaat dus uit loofbomen. Dat betekent in de zomer zitten de blaadjes aan de bomen en in de winter dan vallen de blaadjes van de bomen. Zomergroen, loofbos. Gaan we nog iets meer naar het noorden, dan krijgen we het gebied van de naaldbomen. Het is een koude gematigde zone. Zomers komt de temperatuur een gemiddeld niet boven de 10 graden Celsius uit. Het is te koud voor loofbomen, want daarvoor moet het zomers 15 graden worden. 10 graden Celsius, daar kunnen dan de naaldbomen nog op groeien. Dus het is het gebied van de naaldbos. Nog meer naar het noorden krijgen we het poolklimaat. Het is daar. Zomers wordt het dan gemiddeld niet warmer dan 10 graden Celsius. Ook naaldbomen kunnen daar niet meer groeien. Dat is het gebied van de tundra. Alleen grassen en mosjes kunnen daar nog groeien. En ga je nog meer naar het noorden, dan kom je dus in het gebied waar er niks meer kan groeien, omdat de temperatuur altijd onder 0 graden blijft. Dus veranderingen van landschapszones. Bij de evenaar tropisch regenwoud, bij 20, 30 graden noordenbreedte, zuidenbreedte de woestijnen. Rond 50, 60 graden noordenbreedte de loofwouden. Dan krijgen we de naaldwouden en nog meer naar het noorden de tundra. Hetzelfde wat ik net verteld heb geldt eigenlijk ook als je een berg opgaat. De verandering van landschapszones op een berg noemen we dat hoogtegordels. Onderaan de berg heb je een ander soort begroeiing, vegetatie, plantengroei, dan hoger op een berg. Dat heeft ook weer te maken met het verschil in temperatuur. Hoe hoger je de berg op gaat, hoe kouder het wordt. Elke 100 meter stijgt of daalt de temperatuur met ongeveer 0,6 graden Celsius per 100 meter. Dus als je 1000 meter omhoog gaat, dan daalt de temperatuur 10 keer 100 meter is 1000 meter, dus met 6 graden. Onderaan de berg vinden we de zogenaamde loofboomgordel. Daar wordt zomers warmer dan 15 graden Celsius, dan kunnen de loofbomen nog groeien. Ga je hoger de berg op, dan wordt het ook steeds kouder. Dan krijg je de naaldboomgordel.
Het wordt daar zomers ongeveer gemiddeld met warmer dan 10 graden Celsius. Er kunnen dan alleen nog naaldbomen groeien. Ga je dan nog hoger, dan passeer je op een gegeven moment de boomgrens. Zomers wordt het niet warmer dan 10 graden Celsius, dus de bomen kunnen dan niet goed meer groeien. En dan komen we in het gebied, vergelijkbaar met de tundra, we noemen dit de Alpenweiden, en groeien daar alleen nog maar grassen, mosjes en lage struiken. Ga je nog hoger, wordt het zelfs te koud voor de vegetatie, voor de plantengroei, dan is daar alleen nog maar rots, de rotsgordel. Ga je nog hoger, dan kom je op het gebied, dat blijft altijd onder de 0 graden Celsius. Dat is het gebied van de eeuwige sneeuwgordel. En de grens tussen de rotsgordel en de eeuwige sneeuwgordel noemen we dan de sneeuwgrens. Goed, dus zoals we gezien hebben, hoe verder van de evenaar af op hogere breedte, hoe kouder het wordt, dan verandert de plantengroei, krijg je een ander soort plantengroei. Hetzelfde geldt voor als je een berg op gaat. Dus van de evenaar af denken we als het ware horizontaal van lage breedte naar hoge breedte. En als je een berg op gaat, denk je dan verticaal. Als je omhoog gaat, het wordt kouder, de plantengroei verandert. Van loofbomen naar naaldbomen, naar alpenweidens, naar rotsgordels, naar de eeuwige sneeuwzone. Dus horizontaal, verder van de evenaar af, het wordt kouder. Plantengroei verandert ook op een berg. Hoe hoger je de berg op gaat, hoe kouder het wordt. En dan verandert ook het soort plantengroei. Dit was het mooie verhaal over B41 en B42. De hoogtegordel en B42 hoogteligging en temperatuur.